Horst en de Maas heeft zich wereldwijd op de kaart gezet als het gaat om de paardensport. Al jaren is Hippie Centrum de Peelbergen in Kronenberg de bakermat van het talent binnen de ruitersport en zijn er regelmatig internationale sterren te gast in onze gemeente. Maar waar komt dat vandaan? Waarom is Horst en de Maas zo'n sterke gemeente in deze paardenwereld? Omroep Horst en de Maas zocht dit uit, samen met Jumping Zerum in deze vijfdelige docuserie Horst aan de Maas. In de derde aflevering gaan we op zoek bij Havens Voeders in Maarsees. Havens is een diervoedersbedrijf sinds 1845 en houdt zich bezig met dierenvoer voor alle takken van het dierhouderij. We staan op een grote hoogte hier op de fabriek van Havens, maar dit is net buiten Horst aan de Maas. Ja, dat klopt. We zitten net in Brabant. Hier aan de andere kant van de Maas natuurlijk Limburg. Wij van Havens produceren paardenvoer en we leveren dus ook aan heel veel klanten en stallen uit de regio Limburg. En er staan heel wat paarden in Horst aan de Maas. Ja. Jij hebt mij verteld dat jullie in heel wat landen paardenvoer verkopen. Waar moet ik dan aan denken? Dat klopt. Wij exporteren zo ongeveer aan 55 landen. Wereldwijd. En dat komt voornamelijk ook omdat we hier een unieke ligging hebben aan de Maas. Daardoor kunnen we met de schepen ook gewoon heel veel landen beleveren. En 55 landen, we hebben heel veel paarden in Nederland. Hoeveel voer verkopen jullie dan wel niet? Dat is een hele goede vraag. Als je ongeveer kijkt dat er in Nederland 300.000 paarden ongeveer zijn. En dat zal zo ongeveer misschien in andere landen ook meer of minder zijn. Ik denk zeker een heleboel. Ik denk wel een paar miljoen. Maar specifiek getal kan ik ook niet zeggen, helaas. Havens is een ontzettend groot bedrijf en daarom neemt Feike ons mee door het pand. Nou, kijk. Dit is het meel. Dit zijn granen, die zijn warm gemaakt en die worden zo gemalen. En dan ook hier. En dit wordt omgeperst tot een brokje. Inmiddels is het niet zwaar meer om paardenvoer te maken. 20 jaar geleden was dat wel, want toen moest nog alles met de hand gemaakt worden, alles moest vermalig worden. Nu is eigenlijk alles grotendeels geautomatiseerd. Daardoor wordt het verhit wordt zelf gedaan, het vermalen, en daardoor is er eigenlijk vrij weinig arbeid voor nodig. We hebben een rondje door de fabriek gemaakt. We zagen dat er veel ook robots gebruikt worden. Ja, dat klopt. Heel het proces is geautomatiseerd. Alles wordt automatisch afgezakt en dan wordt de zakgoed mee dichtgemaakt. En dan wordt het ook zelfs nog op de pallet gestapeld, waardoor alleen de heftruckchauffeur het met de heftruck hoeft weg te zetten. En eventueel te laden in de vrachtwagen. Hier links komen alle grondstoffen binnen. Dat wordt omhoog geblazen en dan gaat het hier doorheen. Hier wordt het verhit en dan wordt het gemalen. En dan wordt het opgeslagen in onze silo's en pas eigenlijk eruit gepakt wanneer het nodig is voor het product. Er zijn verschillende soorten voer. Maar wat eet een paard nu eigenlijk? Een paard eet voornamelijk op een dag ruwvoer. Dat is ook het belangrijkste voer voor een paard. Daarbij heeft een paard ook altijd dagelijks genoeg water nodig. En een paard eet ook krachtvoer in de vorm van eventueel een brok of een muesli, om zo voldoende energie en vitamines en mineralen binnen te krijgen. We hebben hier twee producten naast ons. Hier heb ik een brokvorm en een muesli. In de brok zijn eigenlijk alle producten zijn verhit, gemalen en geperst tot een brokje. En in de muesli is een deel is geplet en geperst. Er zitten wel kleine brokjes in, maar er zijn heel veel producten, zie je ook gewoon nog echt zo in een ware vorm. Eigenlijk zijn beide producten hetzelfde. Er zit precies hetzelfde in. Alleen hier zie je een deel gewoon nog zitten en in het brokje is het eigenlijk allemaal fijn geperst tot een klein brokje. Is paardenvoeding vergelijkbaar met koeien, kippenvoeding? Nee, dat komt voornamelijk ook omdat het verteringsstelsel van een paard anders is dan die van een kip en van een koe. Een koe heeft bijvoorbeeld 4 magen. Paarden die zijn van nature, die eten het liefste planten, dus eigenlijk voornamelijk gras en veel vezels. Daardoor zijn de darmen van paarden zijn ook extreem lang voor die vezelvertering. In de paardensport hebben we verschillende disciplines. We hebben springpaarden, we hebben dressuurpaarden. Krijgt elk paard dan ook iets anders te eten? Ja, zeker. Ieder paard heeft een andere behoefte. Wanneer je bijvoorbeeld in een springsport zit, dan heb je deels explosieve energie nodig, maar ook langdurige.
In het dressuursport gaat het energie meer naar langdurige toe. En je hebt natuurlijk ook onze duursporten zoals de endurance. Die hebben voornamelijk langdurige energie nodig. Gezien die ook lange afstanden moeten rijden. Dus voor ieder paard hebben wij ook eigenlijk in ons assortiment iets wils. Voeren we ook vitamine-tabletjes aan paarden bijvoorbeeld? Niet specifiek tabletjes, maar we doen wel in onze voeders voegen we vitamines toe. Dit wordt wel vaak vermalen en geperst onder een brokje. Dus daardoor heb je vaak in de brokjes, die worden al geperst, dus het is al een brok. Maar in de mussie zit ook een vitaminebrokje, om het zo te zeggen. Iedere aflevering sluiten we af met de vraag: wat betekent deze regio voor de paardensport volgens jou? We zitten hier in een unieke locatie, hier ook aan de Maas. Ook voor Europa zitten we heel centraal. We zitten naast toplanden, toppaardenlanden zoals België, Duitsland en Nederland hoort er eigenlijk ook bij. En ik denk dat we elkaar ook als regio versterken, omdat we elkaar ook zeker helpen. En daardoor maakt het dat deze regio zo uniek is.